En dan. Het was een verwarrende week. De campagne is in volle gang en alles en iedereen ligt onder een vergrootglas. We beginnen even met DENK. Dat was die politieke partij, die ken je waarschijnlijk nog wel van hun bewering dat ziekenhuizen allochtonen eerder dood laten gaan. Beter bekend als de populaire tongbreker artsen trellers, de kat krapt de koezoe van de trap, de poetsier poetst de postkoezoe met postkoezoepoets. Ja, artsen trekken sneller stekker eruit bij allochtonen. Oké. Dat bleek trouwens niet te kloppen. Ja, wat zit ik hier dan te doen? Oh nee, uitspraak koezoe klopt niet. Oh, de uitspraak koezoe klopt niet. Is het dan kuzu? Ik zeg altijd koezoe. Nou ja, excuus u. Wat was er aan de hand? Nou, nu de politieke partijen in de volle aandacht staan, blijkt dat DENK niet de enige DENK is. Zo bestaat er al jaren de GGZ-DENK, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Friesland. En die besloot deze week hun naam te veranderen vanwege de verwarring. De mailbox van GGZ DENK is elke dag gevuld met allerlei berichten die weinig anders te doen hebben dan met politiek. Ja, maar als GGZ Friesland mailtjes krijgt van politiek geïnteresseerden, dan moet de politieke partij DENK dus mailtjes krijgen van mensen die psychische hulp nodig hebben. Nu weten we dus hoe DENK aan hun standpunten komt. Verklaart alles. Nou, er was nog veel meer verwarring deze week. Henk Krol verwarde maandag de AOW met de WAO. Dat werd besproken in WDDD. Nee, DDDW. Nee, wacht, even oefenen hoor. De kat krabt Halina van de kruk. De kat, ja. DWDD. Ja. Het ging dus over de gênante verspreking van Henk Krol. Maar tijdens de uitzending begon opeens een redactievergadering over het morele dilemma. Moet je die blunder nou nog een keer laten zien of niet? Zullen we heel even kijken nog, of is dat flauw eigenlijk, Tom-Jan? Zeg jij het maar, naar die twee versprekingen AOW-WAO? Ze zijn wel heel functioneel, dus ik zou even doen. Zullen we heel even karaktermoord plegen nog, of is dat flauw? Ik heb hier ook nog een puppy. Hij ademt nog een beetje. Even met zijn kopje op de tafel, ja? Tom-Jan, zeg jij maar, is het functioneel, is het flauw? Doen we het of niet? Ja, oké. En al die verwarring bij Henk Krol, die leidde tot een onvermijdelijk besluit. Er is nieuws rond Henk Krol van 50PLUS. Ja, die moet het 2 weken voor de verkiezingen rustiger aan gaan doen. Hij is eigenlijk te zwaar belast. Te zwaar belast. Henk Krol en belasting blijft toch een komisch duo. Maar Henk Krol is niet alleen, want iedereen is in de war. Vorige week zondag zagen we hoe Geert Wilders de moord op Pim Fortuyn verwarde met de moord op Theo van Gogh. En Jesse Klaver vindt blijkbaar dat alle grote mensen op elkaar lijken. Meneer Roemer. Het is ja, ik snap dat je een beetje in de war bent. Ja, dit is nou echt een Freudiaanse verspreking, hè? Volgens Freud willen alle mannen seks met hun moeder en in debat met Lodewijk Asscher. Heel bekend theorie. En de verwarring is nog niet compleet, want Frits Wester verwarde dinsdag Adolf Hitler met Geert Wilders, die door DENK weer was vergeleken met Adolf Hitler. Ja, omdat die vergelijking met Wilders, die kan echt niet. Met Hitler. Hitler. Sorry, met Hitler. Klinkt trouwens als het begin van het raarste telefoongesprek ooit. Sorry, met Hitler. Waar kan ik u mee van dienst zijn? Oké, hebben jullie ook pizza Hawaii? Meneer, we zijn een kinderdagverblijf. Oh, oké, nou, dag Hitler. Ik zei toch dat het raarste telefoongesprek ooit was? Maar begrijp me niet verkeerd. Ik wil hier dus niet het verwarren van de moord op Fortuyn met de moord op Van Gogh vergelijken met het verwarren van Emiel Roemer met Lodewijk Asscher, of het verwarren van Hitler met Wilders, die vergeleken werd met de WAO. Sorry, met Hitler. Met Hitler. Bedankt voor het wachten. Nee, maar oh wee, als je de AOW met de WAO verwart. Verwart, Corrie. Ik bedoel, sorry. Nou ja, je verwart wat ik bedoel. En het is ook niet niks, hè, zo'n campagne. Flyeren, debatteren, interviews geven. Als je niet uitkijkt, dan ga je eraan onderdoor. En daarom hebben wij speciaal voor al die energieke lijsttrekkers en voor Henk Krol een heel bijzondere DVD gemaakt. Ook zo'n last van vermoeidheid in verkiezingstijd? Dan is het hoog tijd voor de politieke fitnesscursus Ontspan je campagne. Een unieke zelfhulp-DVD zodat je gezond en fit het einde van de campagne zult halen. Met uw eigen personal trainer Maurice Gezond. Hey, goedemorgen. Leuk dat je kijkt. Doe maar lekker mee. We lopen de markt op. Daar gaan we. Naar rechts. Oh, daar komt de eerste kiezer al aan. Zwaai maar even naar de kiezer. Hoi.
Wilt u een flyer? Wilt u... Oh, pas op. Er komt een boze kiezer aan. We gaan versnellen. Naar rechts. Kom maar. Versnellen. Weg bij die boze kiezer. Maar... Nu ook, speciaal voor Henk Krol, een meditatieoefening in het kader van de zendtijd voor politieke partijen. Welkom, Henk. Fijn dat je kijkt. Adem in, adem uit. Laat alle feiten van je afglijden. Train jezelf electoraal vitaal in 10 campagnedagen, zodat je weer kwiek naar de kiezer kunt. Vind je de oefening een beetje lastig? Pak er dan een zetel bij. En nog een keer, from the top. Doe gek. En doe normaal. Doe gek. En doe normaal. Jongen. Vergeet niet alleen de campagne, maar ook jezelf te voeren. Ja, vandaag gaan we een heerlijke linkse elitehaver bereiden. Wat hebben we er allemaal voor nodig? Kom tot rust met eeuwenoude Bengaalse ontspanningsoefeningen. Rijk de hand naar links. En rijk de hand naar rechts. En sluit elkaar uit. Relativeer alle problemen met de extra cursus weglachyoga speciaal voor VVD'ers. TV-deal. €1.000. De nieuwste ontspanningsoefeningen om je onderbuikgevoelens weg te puffen. En een intensieve mediatraining om de opdringerige pers van je af te houden. Hé, hey, laat me eens uitpraten. Nee. Wat wil je zeggen? Hé, hey, ik kan toch gewoon een antwoord geven, of niet? Hè? Hé, moet je nu weglopen? Ontspan je campagne, fit tot 15 maart, nu in de winkel. Hé, hey, kom op! Sta zo! Ik stel te gooien de vraag, of niet? Hey! Vond je dit nou een... Kijk dan ook een... En vergeet je niet te abonneren. Zo goed. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.